Wat fijn dat je vandaag terug bent bij de dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Want hoe je het ook doet, tijd nemen om in Gods aanwezigheid te komen is altijd het beste. Jouw overdenking voor 15 november. Heb jij ooit het gevoel dat je te hard nodig bent? Het Bijbelvers voor vandaag staat in Filippenzen 2, vers 3. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Filippenzen 2, vers 3 zegt dat je anderen belangrijker dan jezelf moet achten. De Heilige Geest wil het verlangen in ons ontwikkelen om anderen te helpen en te voorzien in hun behoeften. Echter, het kan soms vermoeiend zijn om op die manier te leven. Laten we eerlijk zijn. We hebben allemaal wel eens van die dagen dat we geen zin hebben om anderen te helpen. Soms voel ik me overweldigd om te proberen anderen op die manier te helpen waarop ik denk dat ik zou moeten. Af en toe lijkt het alsof al mijn familieleden mij nodig hebben, dat mijn werknemers mij nodig hebben, dat mijn vrienden mij nodig hebben en ze hebben mij allemaal op een andere manier nodig. Ben ik overal te hard nodig? Ja, en het is oké als jij dat ook bent. We voelen ons van tijd tot tijd allemaal wel eens overweldigd, maar we moeten onthouden dat God ons de genade schenkt om datgene te doen wat Hij ons vraagt te doen. Ik wil je uitnodigen om het volgende gebed met mij mee te bidden. Heere God, ik wil anderen belangrijker achten dan mijzelf. Wanneer ik worstel, door een gebrek aan het verlangen om anderen te helpen en mij overweldigd voel, geef mij dan uw genade en kracht om de mensen lief te hebben en de mensen die u mij vraagt te helpen ook daadwerkelijk te kunnen helpen. In Jezus' naam, amen. Fijn, hè? Even stil zijn en luisteren naar een overdenking? Houd je vast aan Gods woord. Tot morgen. Mocht je anderen ook willen attenderen op deze podcast, abonneer je dan op ons kanaal en stuur deze overdenking door aan iemand die vandaag een bemoediging kan gebruiken. Alvast bedankt.